Yo, gast, wat is er met een nieuwe video? Welkom! Ik kruis al. Wat gaan we vandaag doen? Tel me, auto's pimpen, jongen! Auto's pimpen, ja, gezellig zeg. Jeetje, mina. Welke auto? Ik heb de Corse clone genomen en jij. Ja. Ah, nog een bom! Ook dezelfde, nou we gaan dus. Ah, fuck. Dat was een paal. ik lig letterlijk als een schildpad gewoon op mijn hoofd van mijn auto. Letterlijk. Goed bezig. Benner. Ik weet het. Man, ik heb al gezet al onder de scharten. We zijn echt bezig. Dit is gewoon al zo al een top begin. Dus ja, als jullie het nog niet weten, mensen, we zijn terug in het. Allee, we zijn in het Nederlands. Onze vorige video, onze video daarvoor nog niet had gezien. De video daarvoor was nog in het Engels, omdat ik die nog had staan omdat die SS Creed was. Maar de video hiervoor is volledige uitleg waarom. Dus ja. Oké, eerst. Ik zet er wel armor op, want ik haat als mijn auto gewoon random ontploft van een kleine crash. Maar ja, ik vind wel, als je kijkt bij die armor upgrades, je ziet niks van je stats veranderen, maar toch vertragen ze je auto om een of andere reden. Ja, dat is zwaar gehoord, hè. Maar ja, maar je ziet die stats niet veranderen. Ik vind dat ze dat ook moeten tonen. Dan nog hoeven jullie op doen. Breaks, volledig. Wat we eigenlijk vandaag gaan doen, is gewoon die stukken auto's upgraden, jongen. Oeh, de eerste bumper is al wijs. De derde valt nog mee. Maar dan doe ik hem wel secondary. Nu wel secondary, dat wel. Engine, vol pop, jongen. Explosives, nee. Oh my god, deze is eigenlijk nog moeilijk. Druk horen. Standaard. Ik ben aan het twijfelen tussen die eerste of die tweede. Zou ik er een neon kit onder doen? Ja, ja. Deze is wel wijzer. Neon color. Alhoewel, is die... Oh, liveries, deliveries zijn hier. Oh, engine. Oh. Oh. Ik zou een race naar 1,9 seconden van 0 naar 60 mijl of zo, of hoeveel was het? Dat doen. Dus dit is een nieuwe. ik vind hem eigenlijk in Twitter al strak, maar dit is de toekomstige Tesla die in 1,9 seconden van 0 naar 100 gaat. Wow, nee, je kunt er jezelf leveren. Oeh, stripjes. Ik zei het nog. Oh. Ik ga een zwarte stripje doen. Oh. Oeh. 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 Oh no, wacht, ik ga eerst de rest doen voor ik een kleur begin. Eerst de rest. Ik kan hem al voor. Nou, ik ga ook wel voor delivery. Maar is er al nu? Kijk, dit is een free plate. Wat heb ik daaraan? Wat is er hier speciaal aan? 4TGPJ040. Dat is uw crew dingen, dat is van uw crew. Wat mijn crew? Wat heeft dit met mijn crew te maken? Ja, het ook zo'n crew dingetje, hè. En dankzij de crew. Sinds wanneer kun je hier spoilers opzetten? Altijd toch al? Nee? Ah, dat kan wel, ja. Oh, crème-color. Ik kan de binnenkant ook doen, juist. Ja? Crew emblem er even al opstaan. Ik heb een grote spoiler, nee, oh. Oh, godver. Secondary tuner wing of painted tuner wing? Painted. Painted. Perm of ik wil geen grote spoiler, ze zijn er pas niet zo bij die auto. Stock. Oeh. Ik zet er gewoon de dikste spoiler ooit op, jongen! Maar geen kans. Nee, ik niet. Oh, nou, een wit is. Oh, ben je wel aan het twijfelen eigenlijk. Want die kleine spoiler zit er ook, past er ook wel bij. Ja, omdat die zo meegaat met de vorm, daarom heb ik zo. Nee. Oh, godver, ik weet niet welke dingen we doen. Maar de kleur weet ik ook niet. Godver, sowieso. Want dat was de Steyr design. Geen custom, die gewoon bulletproof. Maar er heeft allemaal evenveel traction bij. Windows, limo. En nu gaan we naar de kleur van de auto. Die spray. Primair. Metallic. Altijd standaard, metallic. Mijn dingen zijn net van. If this car was a woman, I would guess her. Cars are women. So, guess her. No, it's my car. Oeh. Witte. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar wat mooie bandjes, dronden, smijten, G! Ik denk dat ik deze kleur ga doen. Denk ik. Niet haten, please. Niet haten. Ik heb nog nooit echt zo'n volledige kleur gedaan op deze auto. Sport. Ik vind een standaard wiel eigenlijk zot, maar je kunt die niet kleuren. Ik vind het zo sad. Ah, trim color. Nee, stockwheels. Maar fuck je stockwheels, ik ben met trim color bezig. Ik hoop wel, kan hij mijn muziek horen, want anders zijn we wel fucked. Ja, ik hoor het muziek. Fuck.
Hey nog, zet de muziek uit. Maar hij heeft dat niet gezegd, hè? Ja, dat was echt een begin. Voordat we begonnen. Ik heb het niet gehoord. Dan moet je beter luisteren. Tire smoke. Ja, die kleur natuurlijk, ja. Nee, die kleur. Dan een beetje evenwicht. Ik ben klaar. Ik ben veel te veel aan het twijfelen over de banden. Mijn dingen, lights. En mijn neon kit color. Voilà. Die moet er heen. Golden shower. Wheel color. Is al, ik ben klaar, ik wacht buiten. Is goed. Vroom, 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 vroom. En ik heb nog. Wat heb ik over? Oké, ik heb nog meer veel over. Ik heb zo'n Bumblebee kleurtje gedaan. Echt. Bumblebee! Bumblebee! Nu lijkt Bumblebee. Ah, ik vind het beu dat je zo die aan die deur net een carbon strip. Ik wil die gewoon zwart hebben. Mooi. Ik vind dat heel echt glad op deze auto. Met dat zwart, och. Doe me eigenlijk echt nog wel. Doe me denken als er een nieuwe film van Transformers bijvoorbeeld uitkomt, dat deze auto zo de vorm gaan zijn. Sowieso. Oh nee, echt? Bijna gecrashed. Vroom, 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 vroom. Voilà. Meep, meep. Trim color. Oeh. Zit je daar strak? Nog strak. Oh. Come on. Fuck, ik kan echt niet doen natuurlijk. Ik ben echt aan het twijfelen tussen wit of zwarte binnenkant. Ik kan wit doen. Want... Ben je doof? Wat? Wat moet ik doen? Nee, ik hoor je muziek nog altijd. Maar wat? Wat is echt raar. Vaak verdamme. Nou, we hebben ook een nieuwe radiostation in GTA gedaan en die vind ik echt. Dat vind ik de beste van het allemaal, persoonlijk. Omdat je zo alles muziekje door elkaar hebt. Oh nee, oh, ik ben nog iets vergeten, wacht hè, best wel terug. Oh, ik ook, fuck! Ik zag nu nog maar aan uw auto. Hey! Rustig hè. Was hij er een? Ik had er geld toch niet op, maar. Ja, kijk hè, nu moest ik gewoon nog betalen. Ik dank u. Waar stond dat? Nou ja, juist, we hebben die auto helemaal naar beneden gedaan. Dat is ook duidelijk, jongen. Hè. Godverdomme, helemaal vergeten. Als je deze auto helemaal naar beneden doet, gaat hij niet meer, raakt hij niet zo makkelijk meer om de dingen. I don't op, care. Allee, wat is dat daar? Nee, ik ook niet. Ziezo, nu is het alles er wel op. Het was goedkoop, het was gratis. Oh, deze vind ik al strak eigenlijk. Dit is auto 1. Dit is auto 1, ik ben klaar. Als jullie deze auto al sowieso leuk vinden, drop het in de comments. En als jullie trouwens ook iets anders willen zien, laat het ons ook sowieso weten. Ja, wat dat je, we zijn van plan om ook nog... Allee, we gaan sowieso nog livestreamen. En we zijn ook van plan om eens een volledige walkthrough van de heist te doen. In één video. Ja. Veel van deze. Oeh. Heel past ja, nog wel eigenlijk, nog. Echt. Ja. Heel past echt nog. Vooral met dat er zo met de Pearl Lussect, of dat je ook uitspreekt. Dat zo weer kaas op je bumper. Als er nee, het is puur, het is dingen. Het is echt metaliek gewoon. Het is echt gewoon metaliek ja, en gewoon met metallic staat er automatisch ook een Pearl Lussect op, hè. Ja, gewoon geel zelf. Hé, wat? Maar weet je, what? I dare you. What? I challenge you. Jij moet mijn video straks gewoon kijken. Allee, morgen kijken, man. What the fuck. Opeens glitch jij zo naar dingen. Ah, oh, heb die wing gepakt. Ik heb deze. Ja, ik vind deze beter. Ik weet niet. Ik heb deze genoemd. Maar werd jij vergeten, uw crew emblem? Nou. Ah. Oh. Oh my God. Fuck. Dit ding trekt echt zo hard op. I challenge you. En dat ding heeft voorwiel aandrijving. Ik vind dat zo raar, hè. Maar het is en nu heeft hij achterwiel aandrijving, wat? Maar zijn die de dingen dat we veranderd. Ja, in het begin als hij hem koopt heeft hij voorwielaandrijving. I wanna challenge you, mate. I wanna challenge you. En? Een race. Om te zien wie beter is. Start jij maar, want bij mij valt altijd. Kijk, ik moet van de streep hier beginnen.
Het was eigenlijk weer zo'n mega zotte toeter. Oké, dat gaat ook. Ah, ik heb nog geen waypoint. Oh fuck, wacht. Ah nee! Nog wat wilde? Dat was mijn geweer. Wat? Zeg mij, hoe is dat? Ongeveer, hè? Ongeveer. Ah, ik was aan het wachten op vlammetjes omdraaien. Waarom zit er een uitlaatpijp aan? Er komt toch geen uitlaatgas met een elektrische auto? Ah, no. Oh, wat? En nu heeft hij wel voorwiel? Wat? Laten we naar hier rijden. Het is ver. Oh, maar het is het? Kijk, als hij ruimt, heeft hij voorwielaandrijving. En als hij alle twee doet, heeft hij achterwielaandrijving. Wat? Ah, ja. En nu kan je gas geven. Deze auto. Oh, check. Oké, ziezo. Waypoint staat er. Moet je even openzetten. In prom voor je. Maar ik snap niet waarom ze. Elektrische auto's hebben toch geen uitlaatgassen? Vooral. Want je hebt een exhaustpipe. Ze hebben dat niet nodig. Ze hebben dat maar niet waarom nodig. Hebben ze een fucking exhaustpipe? Pipe. I don't fucking care, ik ben blond. Hé, hey, mijn video is gerenderd voor vandaag. Allee, kom. Join! Kijk zeker naar de video van gisteren, mensen. Ja, ik join, easy. Oké, we starten op start, hè. Maar 3, 2, 1, go! Go! Auto! Oh my god! Moet u aan de track houden? Deze optrek snel. Disqualificatie, oh my god. Kutauto. Hij is mijn lotto naar beneden moeten doen, want hij is altijd een beetje voor mijn map. Ja, voor mij gewoon voor de 1 of voor de 2. Ben ik al meer dan blij genoeg mee. Nee, crash! Oh my god! Hij heeft 10 keer zoveel subs als mij. Oh nee, geen 10 man. Ik heb 100. Hoe 10? Ik heb er geen 10, hè. Of wel? Ik weet het niet. Echt? Ja, ja. Oh my god. Oh maar wat de fuck voor scheve auto's zijn dit allemaal? Ga terug naar de VAB rijschool. VDAB. Ja, doei. Kom terug. My god. Ah, trouwens, ik heb ook een nieuwe mic als jullie dat kunnen horen. Hopelijk is dat beter dan gelijk ervoor. Ik hoop het toch? Het klinkt wel nu terug normaal eigenlijk. Maar nee, dat is gewoon omdat je. Hela, terugkeren. Ik was vergeten, stuur. Nou, je verder bastard. Hij staat nu toch. Oh nee, ben gecrashed. Right. Als man ben oh, shop turn, auto. Van rail. Hey, blijf ik er op de baan? Blijf ik er op de baan? Help. Waarom? Ik ben echt ver naar beneden gedonderd. Man, je kunt er wel uitraken. Doei! Nee, ik zit vast. Maar jij dan nu? Ja, ik raak eruit. Oké. Dit is echt een speciale auto, gewoon. Voorwiel en achterwiel aandrijving als verschillende dingen doet. Fuck. Deze auto is dus gewoon raar. Gewoon raar. Specialeke, gelijk wij. Ja, nee, ik ben vreemder. Nog altijd. Nee. Soms. Soms ik, soms jij. Driften! Oh, een volledige bochtje driften, jongen. Als dat niet mooi is, ja, moet. Ik vind echt die strepen wijs. Zo, maar dat je er zo van achter twee. Allee, bij mij krijg ik er zo van achter twee naar buiten. Hoe kan ik u inhalen? Ik heb veel armor. Dat je mij niet inhaalt. Amen. Jawel, ik ga nu wel in. Dat je veel hacker bent. Hacken. Doei. Oh my god! Oh, deze drift! Deze drift! Ik moest expres remmen zodat ik niet tegen u ging botsen. En moet je niet remmen, dan moet je vol tegen mijn ogen rammen. Nee, want dan ga ik weer. Oh my god. Nee, oh my. Ja, dag! Bye, have a great time! Oh fuck. De ketchup was zo real. De ketchup, dan ik mijn deur nog kwijt ook. Geef me maar mayonaise. Nee, toch niet. Curry ketchup, jongen. Curry ketchup. Oh my god, ik kan echt niet rijden vandaag. We zijn de been, nou, we zijn de been. Nou, maar nog niet. Ja, zo in het water, ik heb dat hier al zoveel gehad. Daardoor rijd ik er altijd met mijn dubs al zo. Omdat hij nog een kans heeft om uit het water te rijden. Ik ben weer gecrashed, echt boy. Ik weet niet wat mijn probleem is vandaag, maar ik kan niet rijden. Easy! Help! Ja, het gewonnen, godverdomme.
Wacht voor mij! Oh fuck. Gast, ik kan echt niet mee vandaag? I'm dead. Ja, en als ik juist om de hoek ben, ga je finishen. Yep. Hello! Hello! Oh fuck! Nee, oh, karma! Nee, ja, geen karma! Ik ook. Ik ook. Oh, de bijna God. Instant karma. Als op mijn dek kom. Hij had een aanloop gehad, geen vuile cheater. Echt niet veel, hè? Ik was gelijk een klein beetje achter je achterbeen. Oh, kijk, voilà. Oh, wat jij probeert, G. Ik heb proberen het niet te houden, man. Oh, ja, dag. Welke auto gaan we nu doen? We hebben nog één auto. Ik wil hem gewoon doen, persoonlijk. Want andere auto's heb ik niet. Man. Ja, maar ik weet niet dat ik dat ga. Alhoewel, ik ga dat wel redden met een miljoen zeker. Hè? Ja, ik heb nog 2,4. Dan moet je er gewoon bij mij inkomen, oké. Okay. Ik ga dus even snel deze veel te dure kut upgrade kopen. En mijn mooie living quarters wij doen. Want. Ga je dat? Ja, ik wil weten wat je daar allemaal. En ja. Ik heb dat allemaal niet. En nee, hij is slim en vernukte geld daar niet aan. Hè. Ik ben gewoon te curieus. Moest ik in al die jaren nog altijd GTA hebben kunnen spelen en de PlayStation 4 al die tijd hebben gehad, had ik dat ook al allemaal. Sowieso. Ja. Oh my god, dat is zo veel te duur. Ik vind dit niet leuk. Rijf, ik doe het voor de content, mensen. Ik doe het voor de content. We will be poor for you. Stop mijn wenen. Oh god. Nou, je ruik is nu kapot. Toen was ik een miljoen armer. Oh een miljoen god. Volledig. Een volledig miljoen. Ja. Alleen 955.000. Oh god. Oh. De tracks. Normaal zijn er nog een miljoen over, hè? Toch? 1,1. Ik heb maar 2,4. Je kunt zien dat ik altijd rijk heb. Hij had veel minder dan mij. Ja, maar hij had ook veel minder gespeeld dan mij. Omdat hij lang gespeeld. Ja, ik heb ook veel meer. Als je zo bekijkt naar de korte tijd dat ik heb gespeeld, hè, dan ga ik kijken. Eerst Oops. Stats. Maar ja, hij had geluk dat hij totaal... al die vrienden hebt dat die PlayStation Standard Shop kunnen. Ja boy, ik hoor ze al gelijk een maanden niet meer. Oh ja, maar het ze wel in het begin gehad, hè. Ik heb in totale inkomen al 28 miljoen opgehaald. In de korte tijd dat ik terugspeel. Oh. In totale. Ik ga kijken met mijn stats. Jij gaat misschien 50 miljoen hebben of zo, ik weet niet. Ja. 47 miljoen, overal inkomen. Oh kijk, ik zit 20 miljoen verschil van nu uit zo bekijken. Oh ja, ja, hij zit ook gewoon ongeveer... Hij heeft ongeveer een half van mij, hij heeft een half van playtijd. Ah wel, nog niet. Half van playtijd? Ah nee, hoeveel heb jij al... Hoeveel van je leven heb jij al gededicated aan deze game? Weinig. Kleine keer bij stats, dat staat er ook bij. Nou, en hoeveel uren in totaal, hè? Allee. Maar mij zijn toch geen uren meer. Bij mij in totaal 14 dagen, 4 uur, 14 minuten en 39 seconden. 38 dagen, 5 uur, 58 minuten en 4 uur. Zie? Dubbel... Nou, maar ik heb ook veel meer domme dingen gedaan met ja. Nick bijvoorbeeld, hè. We hebben echt uren ook gewoon niet. Random shit. Allee, we hebben zeker dagen in playtijd gewoon random shit gedaan. En nou is hij zo laag level. Hier. Ja. Oké, okay, ja, hij is allemaal wacht, hij is omdat hij, omdat hij zijn PS3-account niet meer kon koppelen met zijn PS4-account. Hij was er te laat voor. Nee, omdat ze dan een jaar geleden of zo dat er hebben weggedaan. Hè. Ja, daarom ja, hij is nu dus volledig moet nog niet beginnen. Als je niet weet wie dan yep. Nick is, dat is onze Amerikaanse friendo. Americano. Papa Amerikaan, te. Zit hij eigenlijk in mijn auto? Dan. Want ik zie niet meer in. Ja, extreem. Nee. We gaan via de base en we jumpen er. Ja, nee, we gaan dan in een. We gaan dan. Oh fuck. Nee. Lukt dat? Nee, ik had dat gewoon klaar houden, te bieden. En dan gewoon bam, bij weg. Ik stap er eerst uit, ga eentje verder. Oh my god, grote boor. Middelste van mij. Of niet, oh my god. Allee, nee, ik! Het is omverrijden. Ja, omverrijden. Ik zit normaal op de helft. Ik hoor een tank. Hij heeft mij doodgeschoten, die dag. Tank. Die tank heeft mij gewoon doodgeschoten. Dank u niet. Ja. Dank u. Maar dat moet je niet. Ik kan mijn auto bellen. Waar is die?
mechanic, jij. Ziezo, wie had een mechanic? Yes, ah, ik heb ook al een paar weapon upgrades gedaan. Ik heb, ik heb deze mega prachtige Combat MG Mark II. Ja, proficiat, ik heb dat allemaal niet. Fuck off. Nee, maar dat komt al. Dit is al de livestream, maat. Road to 10 mil. Road to 10 mil, ja jongen. Road to 10 mil. Daar hier. Auw. Allee, en nog een keer. Oh, like, tank, zien, tank. Zien niet stoppen. Ik sta juist tank. Recht en ik ben dood. Ja, ik weet niet, ik ben een tank. Stop, stop met mij. Stop met de vlucht, ik weet, ik ben een tank. Ja, we blijven hopen. Of hopen. You always said that to me, Mike. Oh, shit, ja, beest, jongen. Ik zei nooit tank. Oh, fuck. Ik word geloogd. En ik ben dood. Politie! Wat? Dankzij jullie heb ik politie achter mij, weet jij dat? Ja. Nu krijg je nog maar 4400. Nee, 4750. Dat is verdomme. Kom mijn andere auto ballen. Kutauto's. Wat verdamme. Voor mij kom ik erop aan. Je is van de politie af, ja. Maar ja, mijn auto staat in een military base. Ben je wel zelfs op baan? Ben je wel op baan zelfs? Nee, nog niet. Fucking! Boy, ik bel ze weg en weet je wat ik weer krijg? Restarten. Wii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 i
die stomme kutauto was hem wel. Ah, hij had hem een zwart besteld. Ja, altijd. Zwart is main color. Altijd, altijd, altijd. Of blauw. Standaard. Wil jij ze nu echt wel... Nee, geen mechanic, wat de fuck zelf. Moet ik geen mechanic hebben? Moet lastertje hebben. Ons laster, onze goede oude laster G. Laster. Hey, what's up? How can I help? We love laster. Okay, my friend. Ah, dat is beter. Leave it to me. Dat is één deugd in de buurt. We zullen skippen naar daar. Tenzij dat er nog een leuk grappig of ja, leuk grappig iets gebeurt of een leuk gesprekje ontstaat, zullen we het er nog bij kutten. Maar tot aan de motshop. Tot daar. We zijn terug, dames en heren. En nu hebben wij de... Kan eens kijken. De muziek staat aan van uw auto. Oh nee. Ah ja, maar mijn muziek staat uit. Ha! Lampadati Visiris, Sporte Classico. Dat is eigenlijk gewoon beter gezegd. Italio. Ja, la brada. Dat is eigenlijk gewoon beter gezegd dan Lambo. Allee, doe je. Let's spin this ride. Zoals ik het zin heb, al heel veel windspeel. Ik ga hem. Volgens mij. Ik ga hem ook in mijn dingen upgraden voor de wapens en zo, maar we gaan eerst Iren. Ik ga er wel armor op spelen hoor, omdat ik dat wil. Ik heb dat nu ook gedaan. Brace! Bumper! Ik ga die laatste niet doen, want dat is zo weer carbon. Die race zetten, dat is zo puur carbon, die dingetjes. Ik vind carbon niet zo nice. Nee, ik vind er ook niet echt bij passen eigenlijk, maar... Want dat ding dat erbij komt is... Een secondary extension. Of primary? Nee, secondary. Met die kleurtjes. Weet je, ik vind het wel wijs, maar die keurs aan de zijkant passen er niet bij. Maar die kun je aanpassen. Ja, nee, ja, dat stukje zo, dat driehoek lijkt. Ja. Chassis, dat komt niet. Dat is een motor. Engine. Pomp, pak. Oef, acceleration is niet gewoon. Oh. Ik ga deze doen, de rear roof scoops. Van die kleine dingetjes. Dat was zojuist over je dak. Chrome. Ik vind de rest echt niet zo mooi. Zo, die primary lovers vind ik ook niet echt zo. Ik vind dat bijna nooit mooi op zo'n auto. Ik kan gewoon rear roof dingetjes nemen. Exhaust. Oh my god! Wat? De cannons, my god. Oh, cannons. Wat die doen? Ja, van dingen, exhaust. Is dat street legal? Who cares? Oeh, maar die deur. Die deur moet eigenlijk oh, niet de engine cover. Oh, deze is hard. Ik heb die, maar ik heb die rare roof dingetjes gedaan. Ja, ik wil die ook doen.
Maar open is ook wel zo van, maar dat past er zo niet bij. Ja, maar het zit een zwart tussenstriepje tussen. Dat zwart tussenstriepje moet eruit. Ik kan gewoon zo laten, denk ik. Of nee, secondary. Ik ga met twee kleuren spelen. Horen, standaard deze. Hierbij ga ik geen neon kit doen. Zal, nee, waarom? Ik vraag me af waarom dan zo weinig bennies doen, want dit kan zo'n geweldige benny auto zijn. Maar toch doen ze het niet. Oh, oh ja, geef me deze maar. Mas, deze auto wordt echt zo dik. Oh wow! Spoilers. Spoilers. Oh my god, met die verbreding vind ik wel zot. Oh my boy. Why? Ik ga deze gewoon voor de fun erop snijden. Wel jammer dat de deur niet mee gaat, maar... Oh, dat is zo voor de extra koeling, ja. Oké, dat snap ik wel. Dat is normaal dat een ding niet mee gaat. De huid! Oh. With the hot, ik vind het toch goed er niet uit oppassen, dus ik ga voor de single vent, omdat hij dan mee kleurt. Lights. Ik weet niet, ik wil ze old school bandjes. Ga ik eens kijken bij offroad. Bij mijn school. Je kunt ook terug de trim color doen. Nice. Good. Oeh. Ja, deze. Deze. Sorry, maar nu de kool door mijn kop schiet, dat weet ik niet meer zo. Oh my god, die eerste spoiler. Ja, maar moet ik hier de laatste doen? De laatste. De laatste, gewoon de laatste een keer doen. Oh, deze is nog eens. Ik heb die laatste even genoeg gedaan. Oh, we're getting to the big ones. Mooi. Oh, die kleur. Oh, die laatste is echt dope! Ik heb die laatste erop gesmeten, echt, like... Ik ook, die is echt dope. Oh, ik kon hem met rood. Maar hoe ziet hij er zo uit? Oh, nee. Dat is laatste, oké. Okay. Wheel type. Muscle, ga ik doen. Nee, andere kleuren. Ja, ik heb muscle gedaan, er zat echt nog een goede tussen. Er zat echt nog een mooie muscle tussen, dat er bij die auto past, toch? Ja, maar hij kan veel meer van oude auto's dan mij. Ja, zwaar. Ik hou van echt oude auto's. Oude auto's. Hij zei gelijk dingen. Ik ben nog Jaroski, hij zit in anderen. Ik kon maar op zijn naam niet komen. Maar Jaroski is ook nog redelijk over oud. Bedoel je Ryan de Bakker? Die jongen. Denk het. Ja, want Rijn die doet altijd mee in dingetjes. Ryan of Ryan. Ja, okay. Die doet altijd mee. Ik vind deze wel wijs eigenlijk. Ja, past er volgens u totaal niet bij, maar dat boeit me niet. Dit was nog. Oké, laten we eerst met de respray. Ik ga chrome doen. Dat is fucking lelijk. Nee, dat is fucking lelijk. Ik ga chrome doen. Nee, dat is lelijk. Oh, ben nooit vergeten. Is hij nou weer Bakkie? Ik vind hem echt nog geslaagd. Oh boy, dat is weer in de alle kleuren op pas, hè. Jeetje! Nee, niet echt. Ja, waarom... Ja, nee, ook niet alles, maar... Zo de standaard, zo alle kleuren nou ze standaard nemen. Ik ben al klaar. Ik ben klaar. Ik heb echt gewoon één kleur gemaakt, echt één volledige kleur. Like boy, moest ik deze auto zien? Zou ik hem willen? Gewoon het echt, maar dan mag de neus toch wel eigenlijk net zo lang zijn als de bumper. De bumper moet eigenlijk mee zijn met de neus, vind ik, van de auto. Wat bedoel je? Toch? Ah, wel, had u frontbumper helemaal beneden, hè? Mm-hmm. Die zou meer naar voren gezet moeten, zodat die mee met de... Weet je wel, meer met de neus van de hoed gaat. Wel zo, ja. Dat vind ik toch meer. Maar dan is het ook weer muskelachtig, maar ik vind hem... Ik weet niet, het is gewoon die neus vind ik zo'n beetje te ver uitgezet. Maar dat boeit me niet. Auw. Mijn enkel. Klaar, trouwens, trimcolor. Ja, Nick. Ook Elite Wolf, ja, Nick dus gewoon zijn YouTube kanaaltje erbij tussen zetten, zodat je ook naar hem kunt gaan en subscriben. En ook naar zijn vis kan kijken, wat denk je daarvan? Ik vind de mijne echt nice, maar alleen om een wielkleuren doen. Ik heb hem al volledig gedaan. Ik vind hem echt.
Mijn lievelingskleur is rood en dit past er gewoon echt bij. Ik vind hem echt wijs. Weet je wat ik hem wil testen, stupid ook? Nadat we zo'n race hebben gedaan op dingen. Airfield. Ja, op Airfield. Zien we dat er gewoon snelste reactievermogen heeft. Dan zal ik wel kassa die granaat gaan gooien. Nooit twijfelen. Wat je het mooiste vindt, moet je nemen. Het doet me wel denken aan een andere soort auto, in plaats van de Lamborghini, maar ik weet niet welke. Dat is zo weer... Fuck. Ik ben echt zo gelijk meer een white boy aan het horen, want zo'n wit vind ik soms echt strak. Ik heb dat deze kleur dan. Ik mooi. Ah, matzwart. Oh. Ja, nee. Mij heb je nu niet verkocht deze keer, ja, sorry. Waarom hij transformeert zo lijkt als je in je auto stapt? Ik snap dat echt niet. Hij blinkt dan zo heel, sowieso wink, wink, wink. Kijk dat je van passive mode gaat. Nee, nu niet, maar de rest wel. Like, what the fuck? Ah, no. Deze is echt vreemd, G. Ik vind hij heeft ook de bredere bodywork. Ja, altijd. Ik vind hem echt dope, zo. Ik vind de kleur bij mij toch wel wat mooier. Ik vind hem echt. Omdat ze old school auto is. Maar allee, wat denk je weer van de race, hè? Wat denk je? Naar? ik heb zo die kant van onder de ronde is. Ja, ik neem van wel bewijzen als het daaruit kwam. Want dan krijg kijk, die achterbumper dat ik erbij krijg. Maar ik weet, ik wou dat niet doen. Omdat is carbon, dat weet je niet, dat je er zoveel kunt doen. Wauw, jawel. Veel vlammen. Kijk. Jawel, kijk. Doe dan. Ben je dat je niet weet, R1 inhouden is steeds gas geven. Nee, kijk. Huh? Probeer jij dat een keer te doen? Ja, ik doe toch. We waren zo de hele tijd, super lang. Zie, hij krijgt het niet de hele tijd, hè? Jawel. Nee, bij je zit er tijd, dus bij mij tijd. Nee, bij mij ook. Niet altijd. Jawel. Dan ben deze wel. Maar bij sommige auto's moet je eerst R1 doen, dan volledig gas achteruit en dan gas geven. Nee, de hele tijd zo. Ik zal maar weer waypoint zetten. Ja. Nou, ja, dat wilde ongeveer. Tussen naar de bergen of. Kies. Of eigenlijk komt puur een race naar de airfield. Gewoon een race naar de airfield. Oké. Okay. Naar daar. Hey. Ik ga even naar stuur staan ongeveer. Perfect. Een bron voor het. En void all players. Yes, yes. You joined. Let's get this started. Hey. Oh my god, hij trekt vast die gast snel. Oh wat? Oh my driftwag. Hij driftwag. Oké, okay, mijn dak is al aan het zak. Bij mij niet. God, plak bijna van de baan. Het remmenknopje zelf, gewoon remmen, is niet zo goed, maar je handrem is wel echt veel machtiger. Deze auto. Dat heb ik al gemerkt nu. Dat kan. Ik ben aan het driften. Ik nee, ik ben echt aan het gassen. Maar... Ah, oh, nee, mijn crash, oh my god! Oh my god, hij zit echt nog ver van mij, like, what the fuck? Ik weet het, maar mijn eerste crash zit geel weggereden. Ik moest nog... ik zat nog maar in de, allee, in de tweede bocht of zo, en hij zat al in die opvolging van zo'n kidding me? In, van bocht. Oh nee, hij crashed! Ast. Ik heb hem wel gerecoverd, dankzij die fans. Ik kwam mooi uit. Fuck, is het daar al? What the fuck, zo. Ja, ik ben er al.
En... open, kom maar voor. Ga open. Doei. Oh my, een fucking kutbal. They're freaking balls, mate. Oh. Hey boy. Dat is wat ik ben. Ik moet even wachten. Allee? Laat me raden, die poort. Mhm. Allee, ga open. I take it this isn't a social call. Okay, allee? But only for a minute. Wat? Oh, ik kan nu nog altijd zien, zie. Heer dat? Ja. Oh. Ik zie nog altijd dat rondje, ik zie nog altijd dat rondje. Kut! Ah, oh, hij draait. Kom mijn dak. Kom hier. Ik moet wel stilstaan. Ik zie niets op uw dak. Oh, bij mij zit er een meeldik schort op. Mij niet, bij mij is nog altijd puur matzwart. Nu reactie van morgen. Ik zal wel een granaatje gooien. Oké. Okay. Moet mijn ruit kapot gaan maken, maar bon. Oh my god. Wat? Waarom loop ik uit? Ja, maar waarom loop je uit? Oh, wat? Oh nee, nee, wat? Ik kom terug. Ik kom weer niet. Ik loop uit. Oh my god. Gast, hoe kon ik op de einde in één keer terug voorbij stoken? What the fuck? Maar ik heb op het einde echt niet meer gestuurd. Ik denk dat dat sturen gewoon echt heel veel effect heeft. Ga nu van hier. En hij stuurt op... dan moet hij hem gooien. Dus het is nu al 2-1 in totaal ook van naar juist met de andere auto. Oh. Ah, nee, kom op! Oh, goddomme. Ik had iets te laat gereageerd. Kijk, als je niet stuurt, dan... Omdat, kijk, ik kom de hele tijd dichter bij u, hè. Ik weet omdat je niet stuurt. Ja! Dat is echt verpest, u. Nee! Dank u, hoor, bij het record, u. Fuck off. Hey, Seba, kom we doen de intro. Zie je dat meer? Ik zal afsluiten. Ik maak niet fuck off gezicht, hè. Sorry. Sorry? Kom op. Ja. Dat is een beetje thuis. Echt even fucking kut thuis. Allee, dit was dan heel onze... Allee, heel mijn auto is verkrast. Oh nee, bij mij niet. Yay. Echt, als we zo naar de voorkant kijken, lijkt het echt dat hij zo aan het lachen is. Ja, mijn licht net. Ah ja, mijn licht nou ja. Zo gelijk een kikkergezichtje. Toch? Ja. Zeker met dat je alle twee onze ene lampen zijn kapot. Nu kijkt er zo echt zo lekker mee als scheef. Dan is er echt één kapot. Ja, en we hebben echt hetzelfde die kapot is. Och ja, mensen bedankt voor het kijken. Gelieve een like te doen. Ik ga voor de 2 gewoon. Ja, over zoveel mogelijk. Een link naar Om, die zal in de descriptie zijn. Of staan, zijn staan. Dus check him out. Altijd, altijd. En ja. Dan zien we jullie allemaal in de volgende video. Peace! Bye bye. Dus mensen, ja, welkom bij dit vervolg. Ik ben dit stuk vergeten te doen met Andy. Het is ondertussen 25 na 2. Dus ja, het is ook wel lekker uur dat ik doe. Ik had nog gezegd dat ik ging kijken in de Mobile Upgrade Center. Voor of dat je nou, nog leuke upgrades kon doen. Maar dat erbij staat hier in het internet. Is dat? Nee, daar niet. Hier. Ik zal het jullie even tonen.
weapon modifications. Dus ik hoop dat ik geen 955.000 heb verneukt aan ja, niks. Ik heb er al per ongeluk voor deze video al eens wapens op gesmeerd. Ik heb voor de rest niks gekeken. Ik heb de wapens uitgetest en zoals gewone. Het duurt heel lang om vehicles kapot te maken. Ze zijn eigenlijk alleen goed om banden kapot te schieten als de persoon zelf geen bulletproof banden heeft. En voor het doodschieten van mensen. Maar voor de rest heb ik niet gekeken. Geen andere bumper, nee. Ook dit niet. Wat is dat? Ah, dat is van binnen. En nope. Ook niks anders. Niks anders. Dus ik kan serieus, wauw. Ik kan serieus alleen maar de... Alleen maar wapens. Alleen maar wapens. Ik ga ze niet nooit kopen, want ze zijn echt nutteloos. Dus ja. Ik geef jullie echt... Oh fuck, ik heb een miljoen verneukt. Kijk hoe weinig ik nog over heb. Oh god, ik heb 1 miljoen verpest gewoon. 1 miljoen. Ik ben dus in deze video van 2.8 naar 2 gegaan. Hè. Ik heb 2.6 miljoen op 1 video de doorsmeten. En ik wil nog superveel auto's kopen. En ze tunen. Ik vind het echt wijs, maar... ze moeten echt maken dat met de races ook veel meer verdient. Allee. Be positive. Oh, sorry. Be positive. Wees blij, gelukkig. En wees jezelf altijd. Ik zal jullie in de volgende video zien. Peace.